Ja, want het custom kampioenschap ongewerkt hoor, jongens. Bij RCI Racing Championships Online, Racing Club Online. En de keuze van vanavond is van Paul Ricard. Dus een zoomoefening in de Bentley voor het eerst online racend. En ik heb daar in de vrije training, die is net geweest, een tijd neergezet van... Ja, dat staat er weer niet bij. Ik kan hier klikken. Zo, 1.57.3. Dat is meteen mijn snelste dat ik ooit gereden heb hier met een Bentley. Best leuk. Dat is de 13e tijd overal. Dus 1.55 is gereden door een Nissan notabene. Hoge snelheidscircuit met een V6 versus een dikkere V8. Best leuk. Dus ja, ik ben benieuwd. We gaan zo kwalificeren. En dan hebben we een uur racen. Na de race van vorige week. Green light. Go. Even kijken, 29.38. Dan pakken we meteen even dezelfde setup. Zo. Dan pakken we deze bandenset. Zo. Alzi. We starten tegenwoordig met de hand. Het is nog een beetje wennen, maar daarmee ben ik toch een iets snellere pitstop in plaats van om automatisch te laten doen. Het is nog even wennen. Ja, en Paul Ricard, ik vind het een gaaf. Ik vind het een typisch GT-circuit. Ik kan niet anders zeggen. Niet de suf het Formule 1-circuit is, want dat is mijns inziens veel te veel chicanes in. Mr. All Straight, dat is dus de chicane in. En de uitloop is natuurlijk gigantisch, dus je kan als Formule 1 met name wat risico's nemen. De risico's die zijn juist wat ingecalculeerder voor de GT's. Prachtige lange pistol straight line. Hier is waar de Bentley natuurlijk echt shined. Acceleratie en topsnelheid in de rechte lijn. Nou maakt in kwalificatie nooit zo heel veel uit. Want uiteindelijk wil ik toch veel consistentie hebben. Als ik naar de cijfers kijk van de vorige race, dan was ik 8e in de consistentie qua tijden. Van de 20e plaats opgekomen naar de 12e. Daarmee werd ik in klasse 4e in het klassement. Dat is allemaal helemaal niet verkeerd. Voor een online kampioenschap. Eigenlijk jammer dat ik de race de omstandigheden moet missen. Volgende week natuurlijk nog race 3. Al met al, wel gaaf. Ik vind het ook wel leuk dat het een circuit is waarbij je eigenlijk van tevoren weet wat het gaat worden. De minuut voordat het van de server live gaat, krijg je te horen wat het is. Wat het gaat worden. Ja, dat heeft toch wel een bepaalde mate van verrassing in zich, omdat mensen gewoon niet maximaal kunnen gaan trainen. Dat je natuurlijk vaak wel met online races ziet. Nou, eens even kijken wat we kunnen maken. Loetje snel ook hier. Als ik er een beetje goed uitkom in de race achter die bocht daar ook, dan verwacht ik echt wel op rechte stuk dat de Bentley de potjes kan breken. Maar we gaan het zien. Te ver naar buiten.
En dat is jammer. Deze slow car van hen. Yellow flag in sector. Yellow flag in the charging front. Opnieuw. We hebben 1.58.6 geweest. Niks vergeleken met 1.57.3 in de vrije training. Oh jongens. Yellow flag is in, watch out in front. Slow car ahead. Nou moet ik wel tijd inzetten, hè? De helft van de kwalificatie is al weg. Alles staat achteraan. Ook niet erg. Ze heeft ook niet zo zwaar aan de kwalificatie, zeker niet dat ik gewoon niet zo hele mooie. Ik ben als ze gaan op maximaal een bom erin zetten. Wat is de tijd geweest voor mij? En blazen. Trappen voor ik waar ben. Hier op het circuit zijn zo strak. Ik ben deze week offline een beetje op die shadow aan het houden. Offline op het circuit en als je zoemer ik rij. En die shadow is zo'n track waar je gewoon vol overheen kan gaan. Als je maar een
millimeter asfalt houdt aan de ene kant van je auto, is het niet zo heel veel aan de hand. Nou, die kan me inhalen. Car on the left. En hier? Clear on the left. Dichter even anders. Erg strak. Track limits. Nou, we zouden nog een twee rondjes uit kunnen persen misschien. Dan ben ik wel tevreden eigenlijk. Vorige week was ik 20ste en eindig op 12e. Vijftig keer starten vind ik toch helemaal niet zo vervelend. Uit kan persen. Kijk, dus een fractie sneller hier uit de bocht komt. Dan heb je snelheid het hele rechte stuk mee. Het scheelt maar 100ste. In dit geval, maar toch. Ik hoop weer dat ik rechts voor, rechts achter moet gelijk houden. Rechts voor. Banden daar. De bedrijfstemperatuur zijn niet net eronder. Dat is een slechte exit. Dat merk je op de 30-stuk. Dus de linkerband, die ga ik plus 2 geven straks. Bij deze temperatuur. Plus punt 2. Thank you.
gestemd. 1.4557. Losing time in sector 2. Ga je inzetten. Kijken of we iets kunnen verbeteren. Dreef te maken in de wending, zijn handling, hoe die voelt, wat die met zijn limieten zijn. Yellow flag is up, which hiding front. Krijg er ietsjes vanaf. Session is now over. Het blijft net hier. Zo. Want ik heb wel punt 6.5 in de bochten. Even kijken jongens. 1.5, oh daar was ik al. 2.1 ten opzichte van de top. Ah, dat vind ik niet verkeerd. Niet de snelste amateur. Ik sta natuurlijk vierde in het amateurkampioenschap. Maar dit is wel mooi. Dit is een mooi uitgangspunt. Het is mooi, eigenlijk mooi in het midden. 29.38, wederom. We hebben één pitstop met een mandatory refuel. Geen banden, geen swaps, geen andere ongein. Zelfde temperaturen. Ja, wat ga ik doen? Ik doe er 100 liter in. Ik denk dat ik het daarmee ga redden. En dat doe ik met tire set 4. Ik ga geen banden wisselen, dat is niet nodig. Dus ik hou hem op 4. Ik zet hem nu op 1 liter. Ik zie op de helft wel of ik nog 50 liter heb of dat ik er boven of eronder zit. En dan kan ik eventueel bijvullen. Maar 100 liter heb ik sowieso nodig voor een hele raceafstand. Met 2 minuten, dus 3.25. Met een rondje van 1.50, 2 minuten. 30 rondjes uit. 30 keer 3.25. Dat is 90 en een beetje. Dus 100 zou genoeg moeten zijn. Net. Eens kijken hoe het eruit komt. Dit gaan we zijn. Geen pitstop. 100 liter mee. Ik wil mijn pitstop zo kort mogelijk houden. Dus dat betekent 2 druppels brandstof gaan. Voor de rest verander ik hier niks aan. Laat ik eens wat telemetry opnemen. Eens kijken of ik wat rol in de ronde kan ik er wat van leren. Via Motec software. De laatste 10 ronden neem ik op. Oké. Okay. That's it. Nou, dan gaan we even 3 minuten mediteren. Thank you.
toch niet verkeerd. Stiekem vind ik dit toch niet verkeerd. Ik had verwacht dat ik toch wat lager zou staan. Ah wel, gaaf. Ja, de Bentley. Fijne bak hoor. Ik ben echt gewend aan het raken aan deze auto. Ik vind het een heel fijn rijdend apparaat. Met name de power, die is natuurlijk gewoon heel fijn. Eigenlijk kan je gewoon zeggen dat hij op het rechte stuk gewoon niet te verslaan is. Misschien door de Mercedes. Motortechnisch is het een beest. Dat is fijn. Nou, 13 is natuurlijk geen ongeluksgetal, hè? Dat even niet doen. Het is in ieder geval duidelijk dat er een scheiding is tussen de zilverrijders en de AM-rijders, de amateurrijders. Ik heb hem ook als amateur opgegeven. Hij ziet duidelijk alleen op eentje na. En Honda vind ik een verschrikkelijk moeilijk op te zetten auto. Maar dat is mijn voorganger, Serences. Toen waren er 22. Volgens mij waren het vorige week 27. Er zijn al veel mensen uitgevallen. Of hebben deze race natuurlijk afgezegd. Je moet je wel afmelden bij dit soort races. RCI heeft een heel mooie website voor om nog heel makkelijk in en uit te signen. Maar het is wel nodig. 30 seconds. Dat is ook wel goed. Drive. Ignition, start. Volle formatieronde. De banden een beetje op temperatuur laten komen, al is dat moeilijk. Ik ga proberen met de remmen om van binnenuit, als ik de remmen opwarm, dan warmt het wiel van binnenuit ook wat sneller op. In plaats van dat ik de banden oprup. Nou, daar gaan we mensen. Formatie op. In de gaten houden. Dat was toch mijn plekje. Oh, even de remmen staan. Even getwijfeld of ik rempads 1 nam. Ik heb 4 type rempads. 1 is kort, ongeveer een uur, anderhalf uur maximaal. 2 is, nou zeg even 12 uur. 3 is wets. Die zijn wat zachter, wat langer mee. Die geven ook wat minder bijterigheid. En 4 is eigenlijk om te testen, gaan een paar ronden mee. Het probleem met 1 is dat je het hier wel kan halen, maar omdat je een paar keer zo hard op je rem moet voor die rechte stukken. Het zomaar kan zijn dat je het niet haalt. Als je remmen ermee ophouden, ja, dan ben je gewoon de laatste 10 minuten ben je aan het freewheelen.
Dus toch rempads 2. Niet dat het heel veel uitmaakt. Je kan er, ik denk met een beetje van 2-10-0 een rondje mee pakken. Met andere rempads. Het verschil tussen 1 en 2. Ik heb nog nooit meer dan een tiende ermee gegaan. En dat maakt het meteen subjectief. Of dat dan kwam omdat ik het net even mazzel had. Of dat het door de rempads kwam, zeg maar. Double file, omdat we niet meer weaven. Officieel dan. Links op de baan zitten. Achter op de baan. Hoop op een goede start. Geen gekkigheid in de eerste ronde. Daarom het eerste stuk is natuurlijk best bochtig. Kijken of we overal voorzichtig doorheen kunnen komen. En als ik een paar plekken verlies, dan is het maar zo. De race winnen we niet in de eerste bocht. En ik hoef niet te winnen, ik wil gewoon zo hoog mogelijk in de amateurklassement komen. Zoals gezegd, ik sta nu vierde in het klassement. En dan ben ik nog eigenlijk niet best trots op. 12e overal, als ik het goed heb. Ja, here we go. Car on the right. Clear on the right. Proberen? Nee, dat valt niet. Car on the right. Boink. Clear on the right. Lekker, lekker rijdt. Maximaal voor gaan. Iedereen heeft ook een goede banden natuurlijk, dus de temperatuur of druk. Dus iedereen is een beetje aan het glibberen. Heeft links onderin, zie je staan een eentje achter zijn naam staan in een oranje vlakje. Dat betekent dat iedereen nog één pitstop moet maken. Dat betekent ook dat je die pitstop kan maken wanneer je wil. Best wel penalties naderhand uitgedeeld voor mensen die van de baan afraakten en dan op een onveilige manier terugkwamen. Dus er zijn penalties voor uitgedeeld, best wel een aantal geven. Hé, wat is dat dan? Oké, ik klaar. 11e. Series. Wel in andere continenten, maar niet in de European of in de continenten volgens mij. Dat zijn de klassen die ik volg. Die hier ook gewoon op YouTube te zien zijn. Op het GT World kanaal. Dat zijn
alle races GT3 en GT4 zijn al te volgen. British GT kampioenschap ook. Kijk. Nou, tot die klassificering zou ik hem wel wat vinden. Volgens mij lig ik derde in de klassement. Ik klaag niet. Oh, is het nog mis. En zo zie je, dit is echt. Ik zeg, het is een spelletje. Auto race game / sim die het qua autogedrag zo goed heeft als het tekort op de show. Voor zijn werk nog kan beoordelen. Ik heb het zelf nooit in het echte GT3 of GT4 auto gereden. Dat de Porsche achter me heeft een betere extra bocht gekregen. Nou kan ik in de slipstream komen om erbij te komen. Kijken of ik hem weg kan halen. Kijk, nu trek ik hem weg. Dus ik kom een hogere topsnelheid dan hij kan halen. De bocht is de Porsche machtiger dan ik. Maar hij zal toch heel dicht achter hem moeten komen voor het rechtstuk. Ik wil niet meer daarop in kunnen halen. De Porsche nog wat beter accelereert. Ook met de positie van de motor zorgt ervoor dat maximale tractie op de middenkant. Maar qua topsnelheid moet hij anders met delven met de topzicht van de Bentley. Maar dat foutje gaat wel wat kosten. Car on the right. Ja, goed de bal, jongen. Clear on the right. Maar hij duwt me erbij. Hij drinkt me erbij. Ik trek hem met twee man langs. Kijken hoeveel we eraan kunnen doen op het rechtstuk. Initieel is de acceleratie van de Porsche maar beter. Maar de top ligt er ongeveer rond de 2,65. Ja, kijk, ik ben nu 2,74, 2,77, 2,78. Pak ik vol. Stipst niet mee. Meer kan ik niet uithalen. Een beetje inhouden. Voor de link. Bovenbeen van die jongens knallen. Ja. Als er twee vechten om mijn been, gaat de derde ermee heen. Clear on the right.
left. Ja, jongen, wat wil je nou? On the left. Car on the left. Clear on the left. Mogelijke plek om in te halen, vriend. Zelf wel, hoog bovenin. Gekwalificeerd, dacht ik. Goed in bed weer. Ja, de top 10 ben ik al lang blij. Als ik mijn plek in het klassement kan houden ook. We zijn 10 minuten onderweg. Er zijn twee mannen ook uit, zie ik. We zijn gestart op 22, dus nu 20. Dat is een suf als die stoppen. Ik riskeer wat mijn track limits. Waar die gasten in de buurt komen, wil ik een kanaal op het rechte stuk. Ik kom vol zijn slipstream en ik ga sneller. Maar ja. Car on the left. Clear on the left. Oké. Okay. Daar is die weer. Clear on the right. Drijft toe. Oh, de Honda. Nou ja, dat is goed voor mij. Wel dan mee, dat is wel best. Zij stift van mij. Dat is niet de bedoeling. Car on the right. En hij hier erachter. Ja, kijk, zo ga je. Stift die vechten.
clear on the right. Leuke race, joh. Zo'n hoog einde is leuk. Nee, ik ga tot een race, op strijd. Zo nou. Langzaam is die Porsche achter. Is ook weer op in aan het lopen. De rest volgens mij niet zo, dat ze het redelijk gelijk. Ah ja, dat is hier wel. Ik heb nu al afgeslagen race. Ja, haha. Overdriven. Nog houden. En het drijft over zoveel voor ons. Car on the right. Weer het. On the right. Weer ik net ook een andere kant. Weer jij het. Even iets verdedigen van de rijen.
voorstellen dat er best wel mensen op truck in de spakken in een strijd om aan boord te komen. Ja, en na drie tracklimits is het daar een stop go of drive toe. Ja, dan pakt hij me weer. Of niet. Clear on the right. Ja, dat kwam bij mij. Ik zit zo ver aan de binnenkant. Ik wil dan niet omvegen. Nou, hebben die jongens weer. Bordjes. Zeker in ben, waar ik minder brokken in maak, laat ik het zo zeggen. Porsche lekker snel. Maar ik maak er wel wat snelle fouten in die meteen tot een crash of in ieder geval de baan afleiden. Dat heb ik in Aston Martin en Ben eigenlijk niet zo vaak. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Langzamer in die haarspeld. En ik ben over ijverigheid, dat leek gewoon het risico. Car on the left. Clear on the left. Ja, hier wint Betty op. Dit is wat de Betty is.
dit is wat de Porsche is. We zien hem alweer terugkomen achter hem. Langzamer. Daar help ik er zelf zoveel mee. Ik laat mezelf heel makkelijk van de kook brengen door onder druk zetten. Of ik wil gewoon onder druk zetten. Ik zet mezelf onder druk om maar naar voren te komen. Om de aansluiting met de auto's voor me te verliezen. Heel makkelijk om deze zware auto's te overdrijven. En uiteindelijk ben je er alleen maar langzamer van. En je sloopt de band ook nog eens een keertje. Ik wil veel meer kunnen hebben dan de gemiddelde Formule 1 band, maar dat zijn echt bandenmanagers, helaas. Als je weet dat in real life rijden soms gewoon banden ook gewoon dubbelstint. En maar echt niet zachtjes rijden. Zowel aanvallende lijnen als verdedigende lijnen moet rijden, omdat ik een Hapinami achter me heb zitten. Uit deze strijd en ik ga ze lekker pitten. Even kijken hoeveel liter ik heb van het eind. Ik heb 58,5 nog wat liter over. Iets meer dan een half uur te gaan. Drijftoe heeft gehad, dus echt wel sneller dan ik. Hij gaat naar binnen. Hard. We losing time to the car in front in sector 2. Thank you.
in sector 3. Zak zitten straks. Ik denk dat de 50 erbij gaan gooien. Dan weet ik zeker dat het goed komt. Sterk, een massieve, dikke, hele powerful auto. En de Lamborghini van Ferrari is een beetje een voetballer. Als je over de kerfstal heen gaat, liggen janken. Met een lege rol over de kont, liggen janken. En dan heb je een Mac, die duurt gewoon vol. Goed overheen, klaar. Twee overeen als je dat automatisch doet. Dus je begint een beetje de kunde in te krijgen, zeg maar. Oké, 14e. Deze jongens om me heen hebben bijna allemaal gestopt, behalve Humphries. Nee, daar staat wel weer. Hij heeft een drive-through gehad. Ja, die is sneller dan ik. Ik ga eerst met vechten. Sowieso Silverglas ook. Misschien ook nog volgen. Achterleefde meneer, stop en go. Maar dat is ver achter me.
vervolgens vormen om wel een pitstop te maken. Dus kijken waar we uitkomen. Top 10 kwalificeren is mooi. Kwalificeren, eindig. Races. Ja, als je één van de vier die kan doen, is het meteen een kwart van je mogelijke punten. Maar toch, eer hè? Zinloze emotie. Maar oh, zo belangrijk. Toch. Zo, alles weer op de temperatuur. Een beetje van hier op de tijden pakken. Langzaam om de tank te doorplegen, dus daar wordt het langzaam al wat sneller van. Dat heeft een beetje de banden slijten, maar toch. Thank you.
over of opzij zo. Hij heeft toch een behoorlijk snel auto op rechts van de BMW. En zoals toch, ah, ik krijg een blauwe vlag van voor me. Strijd onder mensen. Als het zussen zullen er mensen zijn die straks een pistool maken voor me en die dan toch nog in mijn buurt komen. Denk ik. Rijden af en toe pak ik zo. Als het toch naar links gaat, dan heb ik nog niet door wat voor lerp auto ik nog aan mijn rechterkant op zit. Motorgeluid luisteren ook. Lage bron met dan toch nog die hoge turbo en drivetrain toon te brengen. Ik hou ervan. Ik denk dat mijn achterbanden een beetje gladder worden. Lavi is toch in het kwartier, dat ik terugkwam uit de pits, is die 10 seconden op me ingekomen. Ik loop hem in, om maar te zeggen dat het fantastisch geweldig sneller is dan ik. Nee. Drijf toe, nummer 12. Oh, dat is goed. Zerenses, het is de tweede deze race. Zij track limits op dit circuit zijn erg strikt. Als je nou een warnings pakt,
krijgt drie warnings. En de vierde warning is een drive to zoals een stop and go. Twee man naar de pits. Allebei voor. Eens een drive to. Apparini. Net zo moeilijk was tegen met de Porsche. Maar je lukt het heeft geholpen. Kan wel remmen, vriend.
concentratiemodus. Hoe is het precies mogelijk zo snel mogelijk te rijden? Ik zie gewoon dat er twee mannen achter me zitten die in essentie sneller kunnen zijn dan ik op de basis. Sneller getraind, sneller gekwalificeerd. Volgens het CIS dat ik die strijd mee in het begin van de race.
haakt af. Maar we horen hem niet. Precies, ben ik toch weer een seconde sneller. Maar 2-10 wil ik hem weggooien. Ja, dat zijn wel 2-10 die hij niet weggooit. Zou dat precies kunnen komen? Wat zou dat zijn? Twee ronden te gaan. Een seintje gehad van de final lap van de leader. Dat zal ik zo krijgen. Heeft er ook zijn pitstop te maken, dus je ziet hier op de lijst. Final push. Ik dacht dat ik blijven.
bij komen. Car on the right. Clear on the right. Mine out. Laatste ronde, jongens, zou ik nog kunnen maken. Enigszins teleurgesteld dat ik natuurlijk de team kan blijven halen. Het is close, jongens, met elkaar. Ja, track. I don't care. Bad man, stel je voor. Iedereen is finished, right? Iedereen gaat trappen als een ballen. Als ik geen andere amateurs voor me heb, dan zou ik weer vierde zijn. Er zitten alle zilvers voor me op één na. Nee, helemaal. Dat zou wel gaaf zijn, dan hou ik het feit van het klassement vanzelfs omhoog. Ik denk dat ik er nog bij kom, precies. Als ik daar naar het bedrijf rijden, dat moet zijn. Ja, verdomme, ik zeg het. En het gebeurt. Clear on the right. Maar nou, dat is al. En ik zie daar nog een amateur voor me. Right lane, race to open. Good job, you did the best you could. Take it easy, lead lap. Ik zet hem hier neer. Jongens. Wat een race. Wat een race. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ben zesde in de klasse geworden. Ergens is het jammer. Fantozzi is uitgevallen, Reins is uitgevallen. Serens is in 16e geworden, Southwell 9. Maar dat is niet mijn klasse. Green light, go, go, go. Laten we eens even naar de highlights kijken. Wel leuk. Gallery, auto save. Nou, ik sla deze erop, want dit vind ik leuk om terug te kijken. Highlights. De start. Start op de 13. Consistentie en voorzichtigheid zijn belangrijk. Houd veilig.
kan werken met blauw, wit, oranje, livery. Dat is de nationale kleur van Nederland.
Maar ik vermoed voor track limits. Dat zou ik in ieder geval het snelst verwachten. Een track op bepaalde cars. Hele strenge track limits. Even te zijn mensen als ze allemaal aanrijdt. Race 2 in het RCI kampioenschap, waarbij je de race van tevoren, het circuit van tevoren, niet weet. Volgende week woensdag de derde race, de vierde kan ik helaas niet doen in dit kampioenschap. Dat is erg jammer, want ik vind het erg leuk om van tevoren niet te weten waar je gaat rijden. En dat in een auto die ik eigenlijk goed leer kennen nu. Dit was hem, dankjewel voor het kijken en tot ziens.